Je kan SQL ook rechtstreeks leren met een SQL-programma. Dat is zeker handig als je nu bijvoorbeeld op een Mac werkt en geen Microsoft Access bij de hand hebt. We hebben op informatiewijzer.be een bestandje klaarstaan dat je kan downloaden, SQLite voorbeeldprincipe. Het idee is dat je dat downloadt. En dat je dan dat bestand uitpakt naar een folder op je PC. Het is best Firefox dan te installeren als browser. Dat is de browser die ik hier gebruik. En dan kan je bij in het menu, bij add-ons, kan je dan bij extensies add-ons gaan opladen, of hier via het add-ons menu kan je daarnaar gaan zoeken. Hier heb ik het al geïnstalleerd, maar je kan dus add-ons gaan zoeken en toevoegen. En je zoekt dan naar SQLite Manager. Eenmaal dat dat geïnstalleerd is, dan kan je via het menu extra SQLite Manager oproepen. Nu, als dat menu hier bovenaan niet verschijnt, doe dan gewoon Alt. Dus de linker Alt-toets gaat dat menu oproepen en dan kan je via extra SQLite Manager gaan openen. En hier hebben we dan SQLite Manager. Nu, ik heb de volledige SQLite databank in die folder geplaatst en die kan je dan direct hier connecten of mounten. We gaan in een volgend filmpje ook zien hoe je zelf de tabellen uit Access kan inlezen. Maar laat ons eerst hier de database onmiddellijk openen. Dat kunnen we via Connect, OneDrive en SQLite voorbeeld. En daar ga je dan batavia-data.sqlite zien staan. Je kan dat dan openen. En dan heb je meteen alle tabellen. Dus er zijn 5 tables, Batavia, groepen, kwartieren, outer city. En dan de SQLite tabel. En dan heb je ook views waarin de verschillende queries die gemaakt zijn opgenomen zijn. In deze lijst staan alleen de queries die een select statement bevatten. De updates en zo heb ik hier uitgelaten, omdat je dan effectief wijzigingen aanbrengt in de tabellen, wat nu niet wenselijk is. Maar die kunnen hier ook perfect uitgevoerd worden. Meer hierover in een volgend filmpje, wanneer we die verschillende queries gaan maken.